Maar als je kind laat vraagt: 'Mama, waarom ben ik er? omdat mama ayahuasca heeft gedreigd. <laughs> nee. Ja. nee. En vrienden van mij hadden uh, ayahuasca uh, geprobeerd. En je uh, hadden daar allemaal prachtige ervaringen aan over gehouden. Echt... Ja, want even uitleggen, veel mensen zullen niet weten wat het is ayahuasca. Nee. Ayahuasca is, een, uh, is een, een thee, wat wordt uh, getrokken uit een, een, uit een boomschors, als ik het allemaal goed zeg. En je gaat daarvan ja, niet hallucineren. Wel hallucineren, dat is een beetje de vraag. Maar het maakt je lichaam met zijn eigen stof DMT aan. Mm -hmm. En dat komt dan vrij. En je gaat eigenlijk in de ayahuasca wereld kom je terecht. Dus je gaat hallucineren, waren het niet dat iedereen diezelfde wereld ziet. Want je doet het in een groep? Je doet het in een groep. Ja. Je, mag het, je kunt het alleen doen, okay. maar met een, met een sjamaan... of iemand die daar goed is om te begeleiden, of met een groep. En dan kun je met dit soort vragen eigenlijk ook daar terecht. En ik dacht, dat ga ik proberen. Dat vond ik een mooie tegenhanger, want het... Okay, tegen, als, tegen het als ziekenhuis, zeg maar. Ja. Nuchter uh, ja. meisje ja, je uit Gouden. <laughs> ja. <laughs> ja. Is dat eigenlijk best wel een gekke, gekke stap om dan ineens je uh, diepe vraag om die dan bij uh, uh, een plant neer te leggen. En duurt best lang ook, begreep ik hè Ja, ja, ja of je bent wel een. Een paar uur. Ja, je bent, als je eenmaal de thee hebt gedronken, ben je wel vier uur op reis. Dan ga je. Ja, dat klinkt allemaal heel vaag. Mijn nuchtere Goudse meisje moet nu een beetje gniffelen dat ik dit allemaal zeg. Als iemand mij dit uh, tien jaar geleden had verteld, dat ik dit allemaal zou doen... zou ik keihard gelachen hebben. Ja, echt? Ja, oké. Okay. Ja, maar ik vind het echt fantastisch. En uh, vervolgens, naar nou, die rituelen die je dan uitvoert. Uh, ga je de thee nemen? Wat ik fijn vind aan die rituelen, is dat het bedachtzaam wordt gedronken. Mm. Dat je het niet zomaar neemt. M ja. Met aandacht, met, met een reden, met een... Um, ja, met een intentie. Ja. En ik vond het heel heftig. Je gaat eigenlijk de ayahuasca-wereld in. Dus je voelt heel gek... alsof je je lichaam verlaat. En je, je voelt ook echt dat je denkt... hé, dit is maar lichaam. Ja, ja. Wat bizar. En zie je allerlei dingen waar je geen... Uh, nog geen wijs uit kan brengen, dus je weet nu niet helemaal wat je ziet. En vervolgens, ik was aan het rennen op een pad en ik dacht, daar kan ik de vraag stellen. Ik zag een tempel en ik dacht, daar moet ik heen, dan kan ik mijn vraag stellen. Ja, en de vraag was? De vraag was of ik moeder wilde worden, ja, nee. ja, of je het wilde, of ik het wilde, ja. uh, en of er iets in me zat wat het tegenhield. Of, uh... Maar toen zag ik allemaal dingen onderweg en toen dacht ik ook moet rustig lopen, want alles is belangrijk natuurlijk wat ik zie. Dus ik zag allemaal mensen en uh, woorden voorbij komen. En dan moest ik zeggen, ik zie jou en ik, ik waardeer je, maar ik moet je loslaten. En dan liep ik door en dat deed ik steeds. En uh... ik ben er nog niet helemaal achter wat dat helemaal betekent. Zou ik zo ook uitleggen. Ja. Want als je ayahuasca neemt, het, het, die... ik doe er een paar jaar over om alles te snappen wat ik heb gezien. In die ene, dat kan. In die avond, nacht, dag. Ja, nacht. Dag, en vervolgens heb ik de vraag gesteld bij de tempel. En toen zei grootmoeder Ayahuasca, zoals het heet... een vrouwenstem, wat je natuurlijk zelf bent eigenlijk... maar die zei, je bent te vroeg. Je mag de vraag niet stellen. Oké. Okay. En zei, maar ik ben helemaal ik, heb helemaal... ik heb een vrouwenceremonie gedaan, wat niks voorbij is. Ik ben, ik ben Ayahuasca aan het nemen, wat niks voorbij ik. is. Ik, ik ben, nu helemaal, ben nu helemaal hierheen gerend. Nu mag ik toch die vraag wel stellen? En ze zei, nee. Nee. Dus niet het is uh, niet het juiste moment. Je bent te vroeg. En daar baalde ik van. En toen <laughs> zag ik een ander visioen. En dat was onder een boom. En onder de boom zag ik twee silhouetten staan. En toen zag ik een vrouw, dacht ik, zo staan. En toen dacht ik: ben ik dit? Zijn, is, is dit Dorian, mijn vriend? En ben ik dat? Dus ik wilde dichterbij komen. Maar toen maakte de shaman mij wakker. Oh, echt ja? Ja. ja. Dat nam je haar kwalijk, neem ik aan. Nee, Hallo, we ja, waren er bijna. Maar ik dacht wel, ik was er bijna, was dit, was dit. Maar die schudde mij een beetje wakker. Die zei, want je kunt soms die, te diep gaan in een visioen. En, en zij en kon die... dat aan jou zien? Ja. En toen heb ik me de twee maanden daarna binnenstebuiten gekeerd gevoeld. Ik voelde me heel kwetsbaar. Ik Fysiek, me... mentaal? Fysiek, mentaal, alles. Ik, twee uh... maanden lang? Af en aan. Ja. Dus niet ja, continu. Die, die, die sessie is een nacht. Is een nacht, maar ik heb me echt twee, twee maanden, laat ik het zo zeggen, twee maanden labiel ge, ja, ja. Uh, 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 gevoeld. En, en was Heel... dat voor jou gezegd ook dat dat zou kunnen gebeuren? Anders? Ik wist dat dat kon. Ja, ja, dat... Maar ik had het bij vrienden gezien en die hadden het allemaal niet. Dus ik ben twee maanden lang, was ik eigenlijk hartstikke kwaad. Oh, van waarom heb ik dit gedaan? En waarom heb en, ik dit uh, gedaan? Want en, uh, er werd ook nog gezegd: van je bent te vroeg. En toen bij al gevallen was. Toen uh, ben ik helemaal daarheen ja. gegaan. En ook nog mijn vraag niet beantwoord gekregen. En na die twee maanden begon ik dingen te zien. En begonnen er, er kwartjes te vallen. Begonnen uh, die visioenen op een plek. Want die, die ben je niet kwijt na die nacht. Die visioenen nee. herinner je je. Ja, ja. heel levendig. Oké. Okay. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik kan het alleen maar uitleggen. Omdat het doet, voelde ja. daarna alsof ik iets van me af had gegooid. Alsof ik een mantel af had gegooid. Hm. Want hoe lang geleden heb je het gedaan? 14, 15 maanden geleden. Ja, precies. Oké. Okay. En zo lang werkt dat dus door. En je hebt inmiddels een kind. Ja. Is oh, er een we relatie weten. tussen die sessie? Ja, dat weet ik niet. Wat denk je? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik weet uh, dat in ieder geval... Uh, het ziekenhuis ging op slot van, vanwege corona. Nou. Oh, ja. Yeah. Dus dat traject stopte... En ja, toen heb ik ook alles losgelaten. Uh, mentaal? Mentaal. In de zin van nou dat ja. ik dacht, nou ja, dan we kijken, kijken we naar de zomer wel weer. Want het is niet zo dat je na die, dagen, na die twee maanden dacht van ja, ik wil moeder worden. Nee, ik was daar eigenlijk minder mee bezig. Ik, dacht, ik was heel erg bezig met wat ik nou had gezien en wat ik had gevoeld, allemaal. En op een dag ontdekte je dat je zwanger was? Ja. En was het toen. Uh, was dat fijn nieuws of schrok je daarvan? Want dat wist je nog steeds niet of je het wilde. Uh, nee, dat was. Uh... Nou ja, ik, ik geloof wel dat ik het wilde. Uh, maar ik uh, was er op dat moment totaal niet mee bezig. Ik dacht heel erg: het moet me overkomen of niet. Nou, ja. Maar je stond ervoor open dat het je overkwam? Ja. ja. Maar ik dacht: dat past meer bij me. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want waarschijnlijk, als het niet was gelukt, uh, had ik misschien toch nog het ziekenhuistraject ingegaan. En had ik dat bij me vinden passen. Maar het fijnste is natuurlijk gewoon als het voor je wordt bepaald, ja. zo'n moeilijke vraag. Als het gebeurt. Uh, en het gebeurde. En, en was je er blij mee? Heel erg. Oké, okay. meteen vanaf het begin. Ja, ik dacht gelijk, ja, zie je, die, die, die wil er zijn. Dit is er iemand. Het is... kindje. Ja, het ja. kindje die uh, ja, het voelde ook gelijk sterk en goed. Maar als je kind later vraagt: mama, waarom ben ik er? omdat mama ayahuasca heeft gebruikt. <laughs> nee, ja. nee dat, dat weet ik niet of ik dat zal zeggen. Uh, <laughs> ja. nee, die, uh, nee, ik zal wel uitleggen dat ik dat ik dat ik het een moeilijke vraag vond en dat ik dat ik hoopte dat dat het me zou overkomen ja. en dat uh, ja.